Hoe wordt een luxe glampingtent opgebouwd? Dat laten we je in deze video zien. Stap 1. Het aanleggen van de vlonder. Als eerste wordt de vlonder aangelegd. Hierbij is belangrijk om te letten op onder andere de volgende punten. 1. Zorg dat de vorm van de vlonder dezelfde vorm heeft als die van de tent. Zo voorkom je dat er water via de vlonder de tent inloopt. 2. Houd bij het ontwerp van de vlonder rekening met de aansluiting van water, riolering en elektriciteit. 3. Gebruik goede materialen voor de vlonder. Wat de fundering is voor een woning, is de vlonder voor een glampingtent. Als de vlonder niet goed is, heeft dat directe invloed op de tent. Zorg er dus voor dat de basis van de glampingtent, de vlonder, kwalitatief goed is. Stap 2. De installatie van het frame. De vlonder staat, dus nu kan het frame geplaatst worden. Als eerste worden de voetplaten gemonteerd. Hierbij is belangrijk dat de voetplaten verzonken in de vlonder gemonteerd worden, zodat er geen water op blijft staan. Vervolgens wordt het frame gemonteerd. Stukje voor stukje worden alle onderdelen geplaatst totdat het frame helemaal overeind staat. Stap 3. Het plaatsen van een tentdoek. Het frame staat, dus kunnen we nu het tentdoek plaatsen. Eerst wordt het tentdoek op de juiste manier klaargelegd voor het frame. Deel voor deel wordt het tentdoek vervolgens gemonteerd. En daarna volgt nog een laatste check om te controleren of alles goed zit. En kijk, dat lijkt al op een echte luxe glampingtent. Stap 4. Het monteren van de isolatie. Als je voor deze optie gekozen hebt, wordt vervolgens aan de binnenkant de isolatie geplaatst. Niet alleen handig voor temperatuurregulatie, maar ook een fraaie afwerking van de binnenkant. Stap 5. Het plaatsen van de inrichting. De tent staat, dus tijd om de puntjes op de i te zetten. Dat betekent, de vloer wordt gelegd, waardoor het al echt een huiselijk gevoel krijgt. Daarna wordt het wandenpakket gemonteerd. Zo ontstaat er echt een indeling in de tent. En tot slot wordt het interieur geplaatst, wat aan de binnenkant een prachtig afgerond resultaat oplevert. Deze tent is af en klaar voor gebruik. Kom maar op met onze kampeerders. Heb jij nog vragen over de opbouw? Laat het gerust weten en wij helpen je graag.